De restauratie van de Begijnhofkerk in het Groot Begijnhof van Mechelen werd onlangs feestelijk ingehuldigd onder ruime belangstelling van het publiek en prominenten. Ruim 5 jaar is er hard gewerkt, eerst aan het exterieur en daarna aan het interieur. Met deze inhuldiging komt er ook een einde aan 10 jaar intensief restaureren van de Mechelse kerken. Welkom op mijn videokanaal Samen op weg met Eddy. Welkom en welkom terug op mijn videokanaal. In deze video neem ik u mee naar de barokke Begijnhofkerk, gelegen in het beschermd stadsgezicht Groot Begijnhof, in 1998 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. De inhuldiging van de restauratie werd bijgewoond door tal van prominenten en genodigden. Voor extra informatie is er in verschillende talen ondertiteling beschikbaar. Ik wens u veel kijkgenot en tot straks. De gedrevenheid en het geduld van de restaurateurs steken die zij daarin steken in het conserveren en in het restaureren in de houtsculpturen. Ja, dat is immens. En wat er allemaal bij komt kijken om eigenlijk te komen tot wat jullie nu allemaal zien, dat is bewonderenswaardig. Dank u wel.
Wie interesse heeft in kerken zal in Mechelen zeker en wel zijn gading vinden met een unieke concentratie aan topkerken in Vlaanderen. Zo, we gaan het Groot Begijnhof en de Begijnhofkerk verlaten. We gaan hier dus deze video afsluiten. Ik hoop dat je er ten volle van genoten hebt. Zo dadelijk heb ik voor jullie nog twee videosuggesties van video's die ik voorheen al gemaakt heb. Ik hoop dat je ook daar zeker en vast eens gaat naar kijken. Ik zou zeggen, hou jullie gezond, hou het allemaal goed en kom zeker terug. De groetjes, bye!